Check, check. Zo, dag luisteraar. Voordat we beginnen aan deze Eurosonic Noorderslag special, een kleine disclaimer. Terwijl onze tafel openklapte en onze microfoons op tafel zetten, pikten wij een signaal op. Dat hoorde je over de microfoons. En of dat nou de portofoonsignalen zijn die door de Oosterpoort vliegen, of dat nou alle draadloze setjes van microfoons zijn, van bands die aan het soundchecken zijn in de Oosterpoort, we weten het niet. Maar de Oosterpoort hing vol met signaal. Wat je dus ook hoort in de podcast. Je hoort een hoge toon. Een hoe noem je het? Die hebben we proberen zo zachtjes mogelijk te zetten, door de microfoons heel zacht te zetten. Daardoor komen stemmen er af en toe net iets minder door. Hoor je dat signaal er af en toe doorheen. Nou ja, kortom, iets minder kwaliteit dan je gewend bent, denk ik. En het zou zelfs een keuze kunnen zijn om de gesprekken niet online te zetten. Maar toch heb ik dat wel gedaan. Met name omdat het hele toffe gesprekken zijn. De eerste is met Vincent Patty. En terwijl wij het gesprek voeren, zit hij telkens daar waar hij kan op zijn telefoon. En dat heeft alles te maken met het feit dat hij dat uur wordt aangekondigd als de nieuwe directeur van Top Notch. Naast Kees de Koning wel te verstaan. Verder praten wij met je wel of niet kunnen identificeren met artiesten. En of dat überhaupt ertoe doet. Teksten van omstreden artiesten. Kun je dat gewoon draaien? Zou je het tekenen? Dat soort gesprekken hebben we. En hij heeft uiteraard ook toffe muziek meegenomen. Muziek waarvan hij denkt, hey, dit wordt interessant dit jaar. Goed, driedelig dus. Drie afleveringen morgen maandag en overmorgen dinsdag online komen. Met zoveel mogelijk muziek en hoogtepunten van Eurosonic Noorderslag. Lopen, hè? We lopen overal. Ja. Dag luisteraar, welkom bij een nieuwe Klap van de Molen. De kroegeditie, niet vanuit Mailman Studio in Utrecht. Nee, vandaag komen wij tot jou vanaf Eurosonic Noorderslag en wel vanuit de Oosterpoort. En terwijl de business om ons heen krioelt, zich van panel naar panel begeeft. Helemaal lekker geil op losgeboekt. Hebben wij tussen deze chaos onze tafel opengeklapt om de leukste muziek te draaien en te kijken of artiesten de Eurosonic hype waard zijn. Om de tafel mijn vaste kroegmaten en telkens een gast die aanschuift. Speciale gast voor deze eerste aflevering is al aangeschoven. Vincent J. Patty, welkom. Dankjewel. Jou kunnen we kennen als Jiggy J, als platenbaas van de Noah's Ark. Mm-hmm. Maar ik zou vooral willen zeggen, de host van Wilde Haren, de podcast. Nou, dankjewel. Dat is hoe ik jou met name kent. Ik moet ook zeggen dat ik best wel trots ben om vooral eigenlijk die titel tegenwoordig, ja. Het is ook waar ik eigenlijk het meest op aangesproken word. Oh ja? Ook deze dagen, ja. Dus als ik hier ben, dan was ik, laat ik zeggen, een jaar of 8 geleden was het gebruikelijk dat mensen begonnen over rap tegen mij. En dan de afgelopen jaren ging het iets meer over labelpraktijken. En nu eigenlijk heb ik vooral gesprekken over podcasting de hele tijd. Heb jij moeten wennen op het moment dat je op Noorderslag rondliep en niet meer de artiest was? Of ja, dat ben je natuurlijk nog steeds, maar ook de platenbaas, opeens een businessman. Nee, eerlijk gezegd wilde ik daar eigenlijk juist een beetje vanaf om te praten over muziek als maker. Ja. 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 Omdat ik was het gewoon niet meer aan het doen. Dus ik had er ook helemaal niet zo'n behoefte aan om er heel veel over te praten. 8 jaar geleden dat je voor het laatst als maker werd aangesproken hier? 8 jaar geleden? Nou, het laatste album solo wat ik heb uitgebracht is 10 jaar geleden. 10 jaar? Zo. Wat ben jij? Ik word volgende week 38. Oh ja. Ja. En ik heb wild haartje in mijn mond. ik zit er nog steeds. In 2013 een album gedaan. Wat Great Minds heet. En dat was met groep Great Minds met Winnen en Styx en Dr. Moon. Daar hebben we nog mee getoerd. Ja. Dus daar hebben we wel Lowlands mee gedaan en ook een paar andere dingen. Dus dat was zeg maar 2014. Ik denk dat we in 2015 de laatste shows hebben gedaan daarmee. En daarna heb ik eigenlijk nooit meer gespeeld. Ja. En ook nooit meer echt iets released. Ik heb gefeatured op een Nielsen single. What a way to go. Welke? Hotel Suite. Hotel Suite. Platina bro, nou jij weer. Wow. Hey, ik vind het super vet dat jij hier bent. Met name, ik vind jouw positie heel cool. Je hebt een eigen label, Noah's Ark. Ja. Maar stiekem zit je dan wel aangesloten bij Top Notch en Universal. Zijn we live? We zijn live. Oh. Nee. We zijn niet live. We knippen er niks in. Nou ja, dan kan ik ook vertellen dat ik ben niet alleen de baas van Noah's Ark, maar ook winnaar van de popprijs. En ik ben ook de baas van Top Notch, namelijk samen met Kees.
Oké. Dat is iets dat tegen de tijd dat mensen dit horen is dat aangekondigd om het wordt vanavond zaterdag. Nee, nu. Zo. Alright. Ja. Gefeliciteerd. En wat houdt dat dan in? Dat we met z'n tweeën, en met natuurlijk een heel team, maar met z'n tweeën die twee labels lijnen uitzetten. Besturen. Ja. Ja. En gaat er dan ook een label verdwijnen of blijft er dan nee, gewoon het blijft twee, gewoon blijven twee labels, ja. Okay. Maar we zijn al een tijdje, dus zoals David net opmerkte, werken we samen. Sinds 2012 al. Dat is door verschillende stadia gegaan, als in verschillende constructies waar hoe die samenwerking tot stand kwam. Maar dat was voor de buitenwereld, maakt dat natuurlijk verder geen zak uit. Nee. En nu zijn we zeg maar echt samen. Dus we gaan ook samen op een kantoor zitten. Vanaf april hebben we een nieuw kantoor, daar zijn we met z'n allen bij elkaar. Zeg maar de teams, je hebt een paar soort toegewijde teams die echt werken voor Noah's Ark en voor Top Notch. Maar er zijn ook een heleboel teams bij ons die allebei doen. Ja. En als het goed is voor de buitenwereld, verandert er nog steeds niks. Behalve dat we hopen dat de kwaliteit van het werk nog hoger wordt. Yes. Maar hoe ga je deze twee sausjes dan anders laten zijn nog steeds? En waar dat er heel veel overlap is. Nou ja, kijk, als je daar intensief overleg over kunt hebben, is het des te beter te doen. Ja, maar is het de bedoeling om allebei een ander geluid te laten voor te brengen en te releasen? Dat is de bedoeling. Ja, zeker. Ja. Ja, kijk, uiteindelijk is het, als een artiest die niet gesigned is, specifiek aangeeft, ik wil graag op Top Notch of op Noah's Ark, dan honoreren we die wens. Ja. Mochten wij dat echt totaal anders zien, zouden we daar een artiest van op de hoogte stellen, maar nooit dwingen om te zeggen van je moet dit doen. Ja. Dus op die manier kan het gebeuren dat er een act wellicht op Noah's Ark komt die misschien net zo goed Top Notch had kunnen zijn. Laat ik zeggen, Busy, om maar eens iemand te noemen, is een Noah's Ark act nu, had prima een Top Notch act kunnen zijn qua profiel. En misschien Boku Sam is een topnotch act, had misschien prima een Noah's Ark act kunnen zijn. Ja, en waar zit het verschil in dan? Wat wij proberen te. Er zijn twee metaforen die we veel gebruiken. Eentje is, we zijn een boutique versus een high-end warenhuis. Noah's Ark is een boutique met één lang rek met daar stukken aan van lokale designers en andere guitige kledingstukken, maar misschien hangt er ook een Gucci trui. Eentje. Ja. En Top Notch heeft een Gucci shop in het warenhuis. En een heleboel andere grote merken. Maar die hebben misschien weer juist ergens een lokale designer aan een rekje hangen. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is de metafoor. Andere metafoor is Asterix en Obelix. Oké, het voelt een beetje underground en het grote geld. Nee. Kijk. Ik denk dat de eigenaar van een boutique meer geld verdient dan een cashier in de Bijkorf. Ja. Als dat de metafoor is. Ik vind het niet zo belangrijk, geld, wat dat betreft. Van het, laat ik zeggen, het is ondergeschikt aan wat je doet kwalitatief. Ah. En is het dan ook zo dat naast dat jullie dat met z'n tweeën de lijnen gaan uitzetten, dat er ook gewoon aandelen worden geshared? Word je echt eigenaar van... Ja, we zijn allebei eigenaar. Eigenaar, oké. Okay. Ja, als dat is wat je bedoelt. Ja. Dat is wat ik bedoel. Ja. Oké, okay, duidelijk. Even kort voorstellen de andere stemmen die je hoort. Natuurlijk Martijn Groeneveld. Oh, Milman Studio. Was het mijn schuld? Nee, hoor. Je lult heerlijk. Nee, het was een nieuwtje, dus hallo. Even Martijn, waar was het feestje gisteren? Bij mij thuis. Nee, ik ben dit jaar niet op vrijdag al naar Noorderslag, Eurosonic Noorderslag geweest. Ja. Wat ik meestal wel doe, maar dan ben ik gewoon helemaal naar de kut de hele zaterdag. En zonde, hè? En dat vind ik echt zonde. Dus wat ik gewoon deze keer heb gedaan, is gisteravond een filmpje gepakt en lekker de bed gegaan. En vanmorgen met jou om 9:00 heen gereden. Ja, ik precies. Ben super fris. Heel even de producer in jou, hè? Ja. Vind je de kwaliteit van onze podcast vandaag? Nou, okay. We hebben dus 2 uur lopen stressen voordat we hier op de rekknop drukten. Omdat de hete adem van Vincent in ons nek. Ja, daar hangt hij gewoon wat in de lucht of op het stroomnet wat gewoon niet oké is. Ja, je kan hier gewoon niet high-end een beetje wat opnemen. Zolang jij praat, val me op, hoor ik het minder. Ja, dat klopt. Laten we dat wel vaker. Ik denk dat het die klootzakken van de NPO zijn. Die zitten gewoon te storen. Druk alles weg. Maar ik ga dit voor je nabewerken. Jij gaat even een frequentietje. Ik heb het gevoel dat de microfoon van Alfred is gesaboteerd. Dat is de naaste. Hoor dan. Naast mij maatje, zanger van de Rauk Band.
Tusky. Ja, ik voel me niet helemaal zo lang Alfred van Luttekeijzen. Gewoon kan ik je vertellen. Ik ben niet helemaal in mijn element. Hé, waar was jouw feestje gisteren? Het was een kort feestje. Het was niet laat. Het was 2:30. Zat je in de Canarie? Nee. Ik ben gistermiddag ook pas hier aangekomen. Ja? Waar ik erg blij mee was ook. Dus wat gesprekjes. Borreltje hier, borreltje daar, eten. Dat was het wel weer zo'n beetje. Dus ik heb iedereen om 2:30 mee naar huis getrokken en toen mocht het worstenbroodjes. Welke hoedanigheid was jij hier? Oh, met mijn bedrijf, label Kamikaze en Suburban. Wat bandjes kijken, wat is interessant, wat afspraken met wat internationale partners. Zat er wat leuks tussen? Nou, daar kunnen we het zo wel eens even over gaan hebben. Oh. Niet veel gezien, maar wat ik gezien heb, deed mijn pophart toch wel weer een beetje... Je pophart? Okay. Nou ja, bandjes hart, laat ik het daarop houden. Hey, wat we gaan doen is, met name Vincent heeft dit uur veel meegenomen. Veel hiphop. Jij zit te denken, wat heb ik in godsnaam opgestuurd naar jou? Dan ben ik het vergeten, ja. Je hebt een heel kort mailtje gestuurd met vier namen op een rijtje. Ja. We gaan dat draaien. We gaan kijken of dat tof is. En, en of we er vanavond heen gaan natuurlijk. En of we er heen gaan. Volgens mij alles wat je hebt aangedragen staat hier vanavond in de Oosterpoort. Dat is een goed idee. Hé, hey, ja jongens. Ik heb zin om jullie te knuffelen door deze muziek. Lekker hè? Is dat de bedoeling? Ja. Ik wil nog even één dingetje zeggen. Ja, je hebt nog 10 seconden. Oh, nee, dat ga ik niet redden. Maar het verschil is wel dat je als producer heb je dan gewoon... Weet je wel, producer in mijn hoedanigheid, producer heb je gewoon niet zo heel veel te zoeken. Oh. Dus ik zie allemaal mensen om me heen en denk, ja, ik hoef niks te boeken. Ik hoef niks, alle artiesten... Platen worden al opgenomen, want ze staan hier. Wat moet ik hier dan nu met label mensen... Nee. Dus, bier drinken. Dus precies, dat doen we. What do you do when you're no longer cool now? No longer the singer of the band. But your face is alright for the radio. Go fishing and drinking and listen to the show. This is the soundtrack for tequila. With the sun on your face and your pickup truck. Grab your moonshine and whiskey and fire up that grill. You're listening to Hit from the Windmill. This is a hit from the windmill. Ja, muziek genoeg meegenomen. Beginnen we met een track die Vincent heeft meegenomen. Even kijken, het is... S10. Ja, zit dat bij jullie ook? Een X-hitje. Ja, inderdaad. We gaan eerst even een stuk luisteren, maar. S10. Ja, zeker. Sorry? We zijn alweer een end op weg in deze track. Ja. Tijdsduur. Ja. Ja. Hoe lang duurt hij? Nou ja, hij is bijna klaar al. Ja, precies. Korte track. 2 minuutjes. Ja, van ik zit je. Kan niet te lang duren. Ja, dat mag niet te gek. Ja. Hey, Stien den Hollander, 18 jaar, zit in de stal van Noah's Ark. Ja. Wat is haar verhaal? Zij is dus een jonge dame die best wel wat heeft meegemaakt. Mm-hmm. Heeft wat... Laat ik zeggen, mentale uitdagingen te verwerken gekregen over de afgelopen jaren. Oké. Wat best wel intensief voor haar is geweest. Natuurlijk ook om daarin te zitten. Mm-hmm. Om dat te hebben. Maar daarna denk ik ook, wanneer je er bovenop komt... dan hangt daar altijd die wolk, denk ik, over je heen. Mm-hmm. Waardoor je denk ik toch altijd een klein beetje met spanning loopt van... Hoe lang gaat dit goed en zo. Oké. En ik denk dat voor haar muziek, waar muziek natuurlijk voor is, want ik denk dat voor haar muziek heel belangrijk is, omdat dat een manier is om dat een plek te geven en gehoor te geven aan dat wat ze allemaal denkt en voelt. En ook een vertaling te kunnen maken van dat gevoel voor andere mensen die wellicht anderzijds niet begrijpen hoe dat is. Ja, afgezien van hoe de muziek is hoor, dat je op die leeftijd al op zo'n manier kunt praten over wat je overkomen is. Ja. Ze geeft zich wel echt heel erg bloot. Ja, klopt ja.
Ja, nee, ja, ze is ook echt... Ik kan iedereen aanraden om haar uit te nodigen voor interviews en dergelijke. Het is een bijzondere verschijning. En iemand die... Ik denk ook dat dat wel een beetje de curse is van de huidige jeugd. Generatie, huidige generatie jeugd. Is dat ze weten zoveel. Weet je, de ingang tot informatie is natuurlijk daar. Ja. En niet alleen maar meer op een soort Dr. Phil niveau. Je kunt op Netflix gigantische documentaires kijken over alles wat je zou moeten weten over alles. Ja. En ik denk dat dat ook heel veel gebeurt. Ik denk wel dat daarmee er gewoon net iets te veel gewicht op je schouders ligt al op een te jonge leeftijd, waarin je eigenlijk nog met veel basalere dingen bezig zou moeten zijn. Nu neemt het wel ineens een hele wending. Nee, maar wat is jouw rol als haar labelbaas dan? Doe je daar iets mee? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik zou nooit refereren naar mezelf als iemands labelbaas. Nee, ik zit ook te zoeken naar juist. Ja, nee, maakt niet uit. Ik begrijp wel wat je bedoelt natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik probeer zeker zoveel als de tijd nu toelaat. Omdat sinds we dit aan het doen zijn, zoals ik nu net heb verteld, is het nog iets intensiever voor mij geworden. En laat dat nog net wel even iets minder ruimte voor mij om bij wijze van spreken 2 uur met iemand te gaan zitten om gewoon te praten over die persoon. Maar waar ik kan, doe ik dat wel. Ook ik kom zelf uit een soort onderwijsgezin, dus ik heb, laat ik zeggen, een soort pedagogische slag wel meegekregen. Dus die rol pak je echt wel? Dat probeer ik wel te doen. Ik vind het ook waardevol. Het is voor mij ook gewoon goed. Ik krijg daardoor goed inzicht in hoe de groep met wie we werken, maar ook de groep aan wie wij cateren, ja. Hoe zij in het leven staan en ervaren wat er te ervaren valt deze tijd. Ja. En los daarvan vind ik het gewoon belangrijk dat mensen, dat artiesten bij ons niet het voelen als van, ze zijn inderdaad, hij is labelbaas of zo. Weet je, van je wil gewoon wel graag dat ze... Natuurlijk is er een relatie die zakelijk is. Ja, hoe je het ook bent of verkeerd inderdaad. Dat is er en dat hoef je ook niet onder stoelen of banken te steken, is prima, dat is gewoon zo. Maar anderzijds wil je wel dat ze weet, dat iedereen weet van je kunt me altijd bellen. Als er echt iets is, dan kun je me gewoon bellen. Maar hoe zou je het dan noemen? We runnen een bedrijf, weet je, dus dat is dat. Maar met dat bedrijf werken we samen met die mensen. Ja. Zij zijn niet werknemers bij het bedrijf. Nee, dat begrijp ik. Maar vind je A&R-manager ook een beetje vies woord dan? Nee, A&R-manager is prima woord. Dus ik ben niet een A&R-manager. Oh, okay. Maar obviously heb ik wel, in mijn positie denk ik... Dat je mening hebt over wat mensen artistiek maken. Ja, doe je A&R, maar je doet ook marketing en doet ook digital content. En je doet alles een klein beetje. Ja, maar dat komt omdat tegenwoordig natuurlijk dat veel diffuser is wat iedereen doet. En vroeger was het gewoon heel duidelijk een soort kantoorstructuur. Oké, okay, product manager, A&R manager, promotie. Ja. En dat heb je natuurlijk veel minder. Nou, dat hebben wij wel. Oké, okay. Maar jij doet wel van alles, zeg je dus zeker. Nee, ik moet als degene die, laat ik zeggen nu, zo goed mogelijk probeert... sturing te geven aan wat we doen, moet ik obviously weten wat iedereen doet. Ja. Dus ik probeer op zijn minst op de hoogte te zijn van wat het idee is achter, laat ik zeggen, de manier waarop we onze sociale media doen of YouTube doen of zo. Maar ik weet niet alles, maar ik weet wel genoeg om te weten dat ik over mee kan praten. En uiteindelijk vanuit zeg maar de eenmanszaak die Noah's Ark was en waarin ik aanvankelijk eerst alleen werkte en voor de langste periode met één iemand anders, dan bekleed je alle rollen. Ja, ja. En dan ben je... Denk ik eerste plaats A&R's. Want het allerbelangrijkste is een goede relatie met de artiest. Goede bagage om richting topnotch te gaan. Ook. Ja, zeker. Ja, ja, dat je alle functies moet ongeveer... begrijpen. Ja, ja. Ja. En in die tijd, wij verdienden natuurlijk tot, weet ik veel, 2014 en geen euro verdiend met het label. Snap je wat ik bedoel? Dus, dus tot die tijd is het enige wat je echt kan doen, is creatief zijn. Ja. Dus, want je bent helemaal niet eens... Ik bedoel, een social media campagne van €1000, dat kan niet eens. Ja. Snap je wat ik bedoel? €1000 was voor mij... 2 videoclips in 2012. Ja. Dat waren 2 hef videoclips. Ja, nu is dat anders. Ja. Niets van, nu zwemmen we in wilde en doen we alles wat we willen. Nee, het is wel duidelijk hoe de positie tegenwoordig. Ja, maar je moet wel, maar je moet nu wel nadenken over meer dan alleen. Bij mij is het juist omgekeerd. Dat een beetje in de reguliere popmuziek tot 2000. Laatste jaren, hè? Ja. Maar nu weet ik eigenlijk wat geld in. Ja, ja. met de hartelijke excuses van hip-hop. Ja, ja. Hey, wat jij beschrijft is eigenlijk heel erg... Aan de ene kant heb je het heel erg over het gevoel dat je met je artiest hebt. Je begrijpt wat zo iemand doorgaat. En dat is heel belangrijk, omdat ook als spreekbuis voor die artiest. Hè? Ja. Aan de andere kant maak je de slag naar professioneel zijn voor artiesten. Ja. Is dat ook misschien een idee dat... een van de redenen dat er zo'n goede aansluiting is tussen fan en artiest.
In ons genre bij hip-hop, ja. Want omdat het nu zo groot is en dat specifiek die jeugd zo erg into hip-hop is. Ja, ik denk dat zeg maar als iemand die zelf als jongere is opgegroeid met hip-hop, denk ik dat de relatie tot de artiest is ook heel intensief, omdat de artiest heel letterlijk praat. Ja, in het Nederlands natuurlijk ook. Ja, maar ook in het Engels. Want ik had het gisteren heel gesprek over van dat onze generatie, wij zijn opgegroeid met, ik ben opgegroeid met Nas, Wu-Tang, weet je, Jay-Z, al die dingen in de, zeg maar, 90's. En dus voor mij, die mensen praten met mij, weet je. Want ik bedoel, dat is obviously ook zo in elk ander genre. Alleen soms, laat ik zeggen, in rockmuziek kan het ook zomaar heel cryptisch zijn. In hiphop is het altijd heel letterlijk. Ja. Dus mensen vertellen, het zijn interviews bijna, weet je. Zonder dat de vragen zijn gesteld. Dus je weet alles over die artiest. Dus ik denk dat de relatie met de artiest, en dus nu om weer even te grijpen naar S10. Ik denk dat, want nu merk ik al, voor hoe eigenlijk, dus aanzienlijk klein zijn nog is, hoe intensief nu de relatie al is voor de mensen die geïnvesteerd zijn in haar. Mm-hmm. Weet je, van die, nu al zie ik dat mensen praten over haar van, of tegen haar, als een soort zus bijna. Mm-hmm. Weet je, van, omdat ik denk dat ook het overheersende gevoel voor mensen is. Mensen waarmee zij werkt, of fans? Fans, ja. Okay. Of in ieder geval mensen met wie ze engaged op, ze vertelt ook wel eens aan mij van, ze gaat wel eens live op haar Instagram en zo, dat deed ze altijd al. Dat deed ze eigenlijk al voordat ze bij Noah's Ark getekend was, deed ze dat al. En zij vertelt wel eens aan mij van, daar zitten gewoon mensen die daar gewoon wachten om dat te doen. En dus niet uit een soort van, misschien ook wel, maar niet per se alleen maar uit een fanperspectief. Maar ook van, yes, ik kan weer even met haar converseren over wat me allemaal bezighoudt nu, snap je? En dat vind ik wel heel tof. Het is wel iets wat je moet managen, ook als artiest zelf, vind ik. Je moet er niet in, als je er te veel in opgaat, dan kan je jezelf ook verliezen daarin. Dit is de tweede plaat die ze al heeft gemaakt. Dus ze zag ik op Spotify. Lithium? Of tweede EP. Ze heeft er nu één bij ons gedaan. Precies, was mijn vraag. Ja, dus de tweede heeft ze bij jullie gedaan en de eerste heeft ze helemaal zelf gedaan. Ja. Oké. Okay. Ja. En ja, ik had gewoon nog even een heel direct vraagje erover. Ik zat dat natuurlijk even te beluisteren. Ja. En er is nogal, ik vind nogal, ik bedoel, de eerste EP heeft absoluut zijn charme en ook het verhaal erachter hoe ze dat heeft gemaakt. Ja. En ik begrijp die charme, maar ik begrijp ook... Leg even uit wat de charme is dan. Nou, dat het gewoon een beetje houtje-touwtje is. Ja, is DIY. Ja. Lekker knutselachtig. DIY. DIY. Do yourself it. Maar sommige knutselwerkjes vind ik charmant en goed overeind blijven. Maar ik dat heb je bij deze niet. Ik voel een beetje een ondergrens van wat ik nog tof vind. Zeg maar hoe ontzettend zacht het op Spotify staat en hoe alles is gemixt. Heeft ze het allemaal zelf gedaan, neem ik aan. En ik vraag me af of er een moment is dat je zegt, ja oké, maar we willen nu gewoon door met deze sound. En we halen dat er misschien af. Het gaat over het algemeen niet zo zwart-wit, nee. Ik zo zeggen. Dus wat ik denk dat de uitdaging altijd is voor inderdaad een A&R, of voor een label, is om dat te behouden wat er goed aan is. Ja. En dat te verbeteren wat beter kan. En dat is een geleidelijk proces. En ik denk dat bij de ene weet je dat je daar de tijd voor moet nemen door het karakter van de persoon die het maakt. Bijvoorbeeld als je inschat, en dat is dus inderdaad waar de pedagogiek denk ik in het spel komt. Ja. Als je een beetje inschat dat die persoon misschien niet de meest vatbare persoon is voor harde veranderingen in diens leven. Ja, dan moet je daar ook de tijd voor nemen. Want anders kan het zomaar dat je diegene gewoon in één keer laat verstijven. Ja, en dat precies. De hele creativiteit eruit is. Als je dus gaat zeggen van, hey, de kwaliteit van je shit moet echt beter. Ja, dan kan iemand zomaar denken, en in een stuip schieten. Ja, dat moet je ook niet doen. Maar ik bedoel, de kwaliteit van de tweede EP was al aanzienlijk beter. Nou, thanks. Maar met sommige andere artiesten. Laat ik zeggen, Busy, voorbeeld, die natuurlijk ook gewoon al eigenlijk een volwassen man is en niet eigenlijk een volwassen man is, hij is een volwassen man. En ik ken hem ook al heel lang, wij komen uit dezelfde stad en hebben op dezelfde middelbare school gezeten, et cetera. Dus kijk, met hem, ik hoef bij hem niet iets te sugarcoaten. Nee. Ik kan hem gewoon zeggen van, bro, dit is super kut. Ja. Kun je dit anders doen? En hij zegt dan tegen mij, jij snapt dit niet. En dan zeg ik, het is wel super kut. En zo kunnen wij met elkaar praten. Ja, maar dan kan ik natuurlijk... Ik ben een 37-jarige man. Als ik tegen een meisje van 17 zeg... Dit is super kut. Ja. Snap je? Dan is het klaar. Einde oefening. Exit. Hey, ik snap altijd die podcast van jou zo lang duurde. Stel dan ook niet van die existentiële vragen. Ja. Nee, heel goed. Ik vind het leuk om even over jouw podcast te kletsen zometeen. Maar laten we een heel klein stukje... muziek luisteren. Keuze van Alfred. 10 times a million is het. It's your illusion that brings me here. I was wondering out there
en heel fris geluid. Nou ja, Foo Fighters. Ik heb dit uitgekozen. Het staat op Noorderslag vanavond hier. Oh. En het is een erg traditioneel poprock geluid. Alleen toen ik het hoorde dacht ik, oh maar wacht even. Als er dan toch een keer een band is die dan groot zou moeten worden, hè, een volgende Kensington, noem het maar, dan vind ik dit soort muziek daar erg voor geschikt. Eigenlijk vind ik het gewoon echt hele goede liedjes. Mag ik wat vragen? Ja, zeker. Denken jullie, ik hoorde net op een niet nader te noemen boot van een evenementenorganisatie en boekingskantoor. Triple A. Nee, het was de Moyo-boot. Okay. Daar hoorde ik iemand zeggen, dit jaar gaan de gitaren het weer overnemen. Ah, van de moet dat niet elk jaar gaan roepen. Oké. Maar jullie als gitarenmannen, ja. Zouden jullie het fijn vinden, niet om het over te nemen van hiphop, maar zouden jullie het fijn vinden als daar weer wat meer emphasis op? Het is toch gewoon altijd een golfbeweging en het was in de jaren 90 met hiphop. Dat begrijp ik, maar ik vraag het aan jullie persoonlijk. Ik zou het persoonlijk niet fijn vinden, ik vind het overbodig. Ja? Ik vind als iets naar de underground gedrukt wordt, moet het daar vooral even blijven. Ja, ontwikkelen. Prima, weet je. Ik bedoel, ik hoop voor deze jongens, ze maken een erg mainstream geluid. Ja. Dat ze inderdaad nu hun kans pakken en dat ze gedragen gaan worden en dat ze die stappen kunnen gaan maken in de komende jaren. Maar als je het hebt over de hardere gitaarmuziek waar ik dan zelf echt van hou. Ja. Alsjeblieft, laat het de underground in gaan. Ja. Er zijn zoveel plekken waar ik terecht kan om lekker naar teringherrie te luisteren. Ja, ja, ja. Dan ga ik daarheen, weet je. Ja. En als dat even niet op Lowlands is, is het even niet op Lowlands. Dan ga ik wel naar een ander. Maar merk je dat het ook dus dan nu, laat ik zeggen, weer een evolutie doormaakt omdat het in de underground geduwd wordt? Ik mag het wel hopen, want het genre aan zich heeft. Ja, dat is wel ouderwets. Ja. Hoe je dat bespeelt met instrumenten, zang en een beetje schreeuw. Elektronica kwam er op een gegeven moment bij. Ja. Op een gegeven moment is een geluid uitontwikkeld. Ja. En dan houdt het even op. En je hebt nu best wel wat jonge bandjes die heel veel elektronische dingen combineren. En juist heel ruig weer gaan. Ja. Dus ik denk dat het dan wel weer wakker wordt inderdaad. Kijk, als je niet meer hoeft te vechten voor iets. En als iets toch heel erg populair is. En dat je op een golf mee kunt gaan. Ja. Kijk, degene die op de golf zit, is al lang niet meer interessant. Want degene die de golf gemaakt heeft, dat zijn de echt interessante. Maar vergeet niet, en dat is denk ik wat jij ook zegt. Ik hoor tegenwoordig genoeg interessante dingen om me heen. Met gewoon alleen maar een drumstel en een gitaar en een basgitaar. Ja. En misschien juist inderdaad omdat het die underground ingeduwd wordt. Dat het nou, vrijer dan ooit is om gek te doen. En fuck dat it. Er ook een soort honger ontstaat. Ja. 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 Ja, ik vind dit helemaal niet nodig dat dit overal gehoord wordt. Weet je? Dus, kijk, dit is natuurlijk een hele gekke discussie. Dit jaar gaat dit weer iets overnemen van dit. Waar hebben we het over, weet je? Ja, we hebben het dan over marktaandeel. Wat dus, tenminste, dat is denk ik wat. Dat is wat niemand dan zal zeggen, maar dat is wel wat dan die mensen bedoelen. En wat vind ik een hele banale kijk eens naar op muziek. Het is gewoon top-down. En waar we het net over hebben, is wat S10 dan blijkbaar heel goed weet te doen. Die weet gewoon haar publiek te bereiken, persoonlijk te bereiken. En ik denk dat artiesten dat ook wel eens vergeten. Van, ja, ik ben wel een artiest en ik zing een cool liedje en ik doe cool met de gitaar. Nee, het gaat erom dat je juist die fan weet te bereiken. Ja, ja, ja. Weet je wel? Dat deden wij voorheen met John Coffey ook. Van ja, die gozer die daar achter in de zaal staat, die moet vanavond weglopen en een gitaar pakken. Ja, ja. Omdat hij het gewoon fucking vet vindt. Ja. Dat is het doel als artiest. En als je dat uit het oog verliest en alleen maar nadenkt over welk festival speel ik en hoe groot kan ik worden, dat is zo totaal niet interessant. Ja. Tuurlijk, je wilt groot worden. Ieder artiest wil dat, anders breng je geen liedjes uit. Ik denk dat altijd in je hoofd de tweede plaats moet hebben op wat je creëert en wie je wil bereiken. En ik hoop, ik mag hopen dat het er op een gegeven moment wel weer iets heel gaafs ontstaat. Maar ik hoor nog heel veel gave dingen in gitaarhoek. Ja, overigens heb ik het wel het idee dat dit behoorlijk, zeg maar, om het even bot te zeggen, niet vernieuwd is. En daardoor verbaast het me heel erg dat het hier staat. Niet dat ik ze dat niet gun, maar ik dacht toch dat er iets meer aan de hand moest zijn of iets progressiever moest zijn om hier te staan. Ja, maar vergeet niet, Noorderslag heeft natuurlijk ook een agenda en die wil ook een gedeelte gitaarbeentje. Dus die moet het beste kiezen wat er is. Kensington won toch vorig jaar de popprijs, dus er is wel, ze willen denk ik wel graag erkenning geven aan mensen die de poging doen. Nee, maar er moeten ook nog wel 3 gitaarbands staan en dat staan er denk ik ook, nou misschien maar 5. Hoewel, zoiets denk ik. Maar dan vraag ik me af of er niet iets te vinden is wat spannender is. Ja. Wat vernieuwender. Ja. Nou, dat is weer een heel andere denkwijze. Van ja, als Noorderslag zijn, dan moet je inderdaad gespreid je programma neerzetten. Ik ben sowieso heel benieuwd vanavond, want ik ken een beetje het publiek wat hier rondloopt. Dat is meestal ouder dan ik ben zelfs. Ja. En als ik dan zie hoeveel hip-hop er staat, ben ik benieuwd wat er voor die podia vanavond gaat staan.
Ben ik het over oude mensen hier. Er zijn hier gewoon oude mensen vanavond, David. Maar, ja, vinden ze dat tof? Dat is toch wat Joey vorige keer in de kroeg... In die... Ik ben benieuwd hoe lang de rij wordt gaat zijn voor de kelder wanneer Femke Louise speelt. Oh, nee, nee, okay. Speelt hij? Nee. Oh. Ja, maar dit is natuurlijk logisch. Daar willen al die oude mensen heen, want die kennen dat uit de media. Maar ik heb het ook niet over Femke Louise. Nee, maar ik ben wel... Ik ben benieuwd naar de rij. Dat is waar ik gewoon benieuwd naar. En ik ben ook wel benieuwd naar S... 100.000% ben ik benieuwd naar S10 natuurlijk. Omdat als je, laat ik zeggen, Femke Louise en S10 tegenover elkaar zet... Zijn daar raakvlakken, maar natuurlijk ook een complete... Ja, ik voelde me echt een oude blanke man toen ik inderdaad de vergelijking trok met... Dit klinkt wel een beetje als Femke Louise, met name andere liedjes dan die we net hebben geluisterd. Ja. Toen dacht ik, maar het is gewoon een gangster rappende vrouw die in Nederlands spreekt. Femke Louise bedoel je? Nou ja, maar ook S10, als je de andere liedjes een beetje pakt. S10 hebben met dezelfde producer gewerkt. Ja. Dus Femke Louise kwam ook uit onder ons label... middels een ander label. Oké. Okay. Het is niet zo ver verwijderd van ons, maar dus inmiddels wel. Maar dat er vanavond een hele lange rij bij de kelder voor Femke Louise staat, dat zegt helemaal niets over de hip-hop-interesse van oude mensen. Want die willen dat gewoon zien, omdat ze dat kennen uit de media. Ja, en die gaan, noem maar even een andere willekeurige act van jullie. Idali. Daar gaat die rij natuurlijk niet samen, want dat kennen ze niet, daar zijn ze niet geïnteresseerd. Nee. Dus ik vind bij die laatste vind ik het veel interessanter om te kijken, is het publiek vanavond anders? Zijn er meer jongere mensen? Ik ben heel erg benieuwd naar of dat ook je hebt natuurlijk ook de traditionele Noorderslag-act. Dus laat ik zeggen, vanuit Nozark is S10 en Dave Buddha. Dat zijn allebei Noorderslag acts. Zo van, ze hebben allebei iets alternatiefs. Ze hebben allebei iets soort van wat een beetje diepzinniger is. En het is muzikaal ook wat iets wat zoekt het wat meer de grenzen op en zo. En vanuit Top Notch heb je dus Latifa, een rappende dame, die ik ook op een lijstje heb gezet. Mm-hmm, ja. Wat laat ik zeggen, een heel contemporary geluid is. Maar een rappende dame, wat nog steeds een klein groepje is nu. Dus daar ben ik ook benieuwd naar bijvoorbeeld. Dus ik ga proberen ook om alles mee te pakken, maar het wordt lastig. Ja, vorige kroegeditie deden wij een oproepje. Wij naderden namelijk de 1 uur en 20 minuten qua lengte van de podcast. En toen riep ik, jongens, is dit niet te lang? Toen kreeg ik een 30-tal tweets. Waarin was een van die tweets, that's what she said? Nee, die hebben we niet gehad. Maar had jij moeten wezen. De meeste tweets was de strekking... ik vind het prima zo. En een aantal van die tweets zeiden... zolang het maar niet langer is dan 1,5 uur. Nou ken ik een podcast die duurt 2,5 uur. En volgens mij wordt er ook wel goed naar geluisterd. Ik heb met wilde haren... Volgens mij is het record wat we hebben gehaald... was maar 3 uur en 56 minuten. Dat is lang. Ja. Kun jij die timeline zien? Zie jij mensen op een gegeven moment wel afhaken? Ik... Zweer het je in op mijn, zeker weer niks. Juist, op mijn moeder zweer ik je. Het kan me echt precies. Weet jij ook niet hoeveel mensen er luisteren naar Wilde Haren? Gemiddeld naar een aflevering? Jawel, dat weet ik wel. Oké. Okay. We hebben volgens mij jawel, dat weet ik wel. Dat zit wel nu in de tienduizenden mensen wel. Tienduizenden, ja. Ja, ik geloof dat we op goede afleveringen naderen we de 30.000 plays. Wow. Dan heb je het over een Arjan Lubach of een Arie Boomsma die te gast is. Ja, gek genoeg. Dus bijvoorbeeld nu, laatst hadden we Space Case, die altijd de tafel... Je sidekick. Mijn sidekick was. En dat hebben we op een gegeven moment weer uitgehaald. Dat hebben we eruit gehaald. Je begrijpt wat ik bedoel. Je bent woordenkunstenaar. Ja, toch? Ik ga ook super lekker. Keizer Pang zijn. En nu was hij dus laatst was hij erbij. Dat was een soort van een van de meer succesvolle afleveringen die we hadden. Hij en ik. Dus dat ben ik ook heel blij mee. Want dan denk ik van, oké, cool. Dus dat is wat eigenlijk heel erg... Wat mensen graag willen. Het klinkt echt alsof jullie weinig agenda hebben. We hebben nul agenda. Jullie beginnen eerst met 10 minuten gesprek over het piepje dat je hoort in je oor. Ik heb nul agenda. Maar dat is ook gewoon, kijk, weet je, als je het wil hebben over rockmentaliteit en al dat soort dingen. En wat mij betreft ook hiphopmentaliteit. Weet je, van ja, ik ben een fervent aanhanger van anarchisme, snap je? Want ik vind ook dat, soort die hele, ik ben niet gemoeid met wat mensen ervan vinden eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben. En daar bedoel ik niet zijn nadelen van mensen die dingen vinden. Maar zoals ik heb geleerd, mag je het houden. Derde artiest op jouw lijstje is wel een interessante. Dave Buddha. Ja. Eerst een stukje luisteren? Lijkt me top. Ja, we kunnen niet anders, want het intro loopt al. Dave Buddha.
website van Noah's Ark staat. Klinkt als het missende lid in de groep die Young Thug en Ramsey Shaffy nooit hebben opgericht. Ja, nou, lekker zin, heb ik verzonnen. Heb ik zelf geschreven. Nou, ik vind het wel, het is wel een hele duidelijke ontwikkeling dat we steeds minder gaan naar de vette beats en steeds meer naar de spoken word. En dat het hier twijfel ik zelfs af en toe, luister ik nou naar rap of niet? Ja, het is een beetje vertekend omdat ik een intro track van zijn album draai. Dat begrijp ik, maar dan specifiek over deze track. En dat is weer een nieuwe ontwikkeling, denk ik, die we steeds vaker zien toch ook? Ja, zeker. Ik denk dat er gewoon binnen, laat ik zeggen, tussen aanzienlijk ons genre, want inmiddels, ja, het is eigenlijk gewoon popmuziek. Er zit ook popmuziek bij, snap je wat ik bedoel? Ja. Zeggen? Zo van. En dus, er zijn gewoon uitersten, want het vette beats ding is er natuurlijk ook nog steeds. Maar dat zit gewoon aan helemaal aan de andere kant van het spectrum. Ja. En dat vind ik het vette nu aan waar wij zijn, ben ik heel blij mee, is dat we dat allemaal kunnen doen. Ja. Even, het is Dave Buddha, liedje It Peace of Mind. Hij heeft twee EP's, platen uitgebracht, Tuinen van het Licht en Raam uit, allebei 2017. Ja. Wat kunnen wij verwachten vanavond? Hij is gaan spelen met een met live instrumentatie en dat is heel tof. Het zijn producers Jopie en Rijnbaard. Dat zouden jullie twee zomaar kunnen zijn. Oh, ja, wie weet, hè? Je weet het niet. Ja. En dat zijn wel echt wel redelijk geniale mensen en Dave zelf ook. En een heel goed gevoel voor humor, wat zich vertaalt in eigenlijk hele diepzinnige, humorloze muziek, ironisch genoeg. Okay. En dat vind ik heel vet. Ik zou in ieder geval iedereen aanraden om daar te zijn, maar het is niet live, dus je hebt er niks aan eigenlijk. Nee, ja. Nee. We gaan het over hebben hoe het was. Ja. Was het vet? Vond je het vet? Ik vind het heel mooi. Dave is een hele breekbare jongen, die wel in zijn artisticiteit heel overtuigd is, zeg maar. Maar dat wat hij vertelt is heel breekbaar. En zo zie ik het op het podium ook een beetje. Hij voldoet natuurlijk ook niet per se aan het prototype rapper, als je hem ziet. Ja. Dat maakt voor een redelijk bijzonder schouwspel. Ik vind zijn artwork zo goed. Ook, ja. Het is Olf de Bruin. Ja. Oh, ja. Ooit een plaat voor ons ontworpen. En een heel concept rond de plaat. No House for Thee. Cool, ja. Ja, ik heb hem ontmoet omdat hij in de eerste editie van Wilde Haren op Down the Rabbit Hole, wat een heel klein geheim feestje was op Down the Rabbit Hole, was hij een van de badmeesters bij ons zwembad. Zo heb ik hem ontmoet. Ah. Toen heb ik hem op een gegeven moment gevraagd, wil jij exclusief al het artwork van Dave Buddha doen? En toen is dat zo gegaan. Hey, laten we even door, doordraaien, want ik zie gast nummer 2 in mijn ooghoek al langzaam aanlopen. Oh. Ik heb zometeen wel echt een vraag over reggaeton beats. Het is ik heb het idee dat het echt 95% reggaeton is. Maar laten we eerst even. Ja, ik kan hier dus echt helemaal niks mee. Het is 50% Nederlands, 50% Engels of zo. Dat weet ik ook niet helemaal. Ik vind het wel moeilijk. Ik ben best gek op hiphop, maar er zijn eigenlijk twee soorten waar ik niet zo van hou. Dat is dat hele gladde. Dat heb je al snel met zo'n reggaeton beat, dat het wat smooth moet. Ja. En als het mega gangster is, dan, met name in het Nederlands, dan vind ik het vaak, man. Is een cool man. En dan kom ik uit bij heel veel rauwe hiphop die ik te gek vind. Dan heb ik het over Rico en Styx, Winnen. Snap je dat? Ik begrijp uiteraard wat je bedoelt. Ik zou wel
denk ik, in een langer gesprek met jou je ervan kunnen overtuigen dat het toch de moeite waard is om ervan te gaan houden. Ik dacht, als ik één keer op vakantie ga naar Curaçao, dan ben ik daarna waarschijnlijk, dan hou ik van die reggaeton beat. Wellicht, weet je, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je luistert naar je gevoel als je muziek consumeert. Maar, en het gevoel dat iemand te cool doet, Freud zou zeggen dat het meer zegt over jou dan de persoon in kwestie. Ik zit even te denken welke filosofie van Freud ik daarop los kan laten. Fraudeur joh, fraudeur. Nee, maar dat doet de rap zoveel bitches, gouden kettingen. Ja, maar ja, denk kijk, ik, joh. Nou ja, kijk, weet je wat het is? Dat is, en nogmaals, van iedereen is entitled to their opinion. Maar wat hiphop doet is, het is een weergave van de realiteit van de persoon die het maakt. En dit is wel de realiteit van ja, precies. Van die jongens. Ja. Dus. En dat kan je dan, zeg maar, over de oude blanke man gesproken, dat kan je dan eventueel veroordelen als je dat wil. Maar ja, goed, dat dan wellicht weet je niet zo goed wat maar hoor je nooit rappers die hun eigen realiteit een beetje op lijken te blazen? Dat je denkt, het is niet zo geloofwaardig wat jij doet? Minder dan ik denk dat jij denkt. Want zeg maar, het hele karakter, laat ik zeggen, Hef is iemand die al 10 jaar getekend is, Nozark label. Mm-hmm. Volgende week gaan we een album release van hem. Weer. Ja, ik weet wel echt waar hij vandaan komt. Dat is wel een harsh reality. Weet je, dus dat is wel van, dat is niet iets wat ik iemand zou gunnen. En dat hij praat over bitches en wapens en drugs en zo van, dat is zijn realiteit geweest een hele lange tijd. En hij praat niet alleen maar daarover op een manier van, hey, dit is tof en dit en dit. Maar al zou hij wel praten op een manier van, dit is tof, dan is dat nog steeds de momentopname van dat moment. Het is heel raar. Rappers worden geacht om een soort van een meta-view te hebben op muziek. Terwijl een rockartiest of een popartiest mag zingen over heartbreak. En dan zegt niemand, oh, is jouw hart de hele tijd gebroken? Maar zou dan een reden zijn dat een opgezwollen zo aanslaat? Is omdat je kunt relaten aan die gasten? Opgezwollen zijn jongens die... Het gaat over die rode 306 en dan denk ik, ja, die heb ik ook. Ja, maar die jongens die komen uit Zwolle en die hebben een hogeschool gedaan. Mm-hmm. En die zijn van, dat is een hele andere realiteit dan als je komt uit een achterstandswijk in Hoogvliet. En ik zou zeggen dat ik goed vriend ben met Junte. Met Styx. En ja, dat is die komt van een andere plek. En die komt ook van een plek waar, ik bedoel, die kent ook wel, die weet wel wat dat is. En het is niet dat hij die vertaling niet heeft gemaakt, want hij kwam zelf ook uit. Hè, hij heeft heel vaak gerept over zijn flat en waar die vandaan komt. Maar dan is het wel interessant om te praten over de populariteit van heel veel hiphop. Die gaat over Amsterdam Zuidoost. De populariteit bij scholen in rijke dorpjes. Natuurlijk, maar ik bedoel, er is toch ook, kijk jij geen series als Gomorra en dat soort dingen? Ja. Ben jij niet gefascineerd door situaties in het Midden-Oosten? Daar kom je er niet vandaan. Nee. Mm-hmm. Nee. Ja. Maar het is misschien wat anders. Muziek luisteren, dan wil je misschien een beetje relate aan een artiest. Natuurlijk wat anders dan ik een documentaire maar kijk. Maar kun je alleen maar relaten met dat wat je zelf bent? Nee, dat is een goed punt. Ja. Dus ik denk dat heel belangrijk is. En dit zeg ik op een heel non-vijandige manier. Want ik begrijp heel goed waar je vandaan komt. Het is alleen wel natuurlijk een gesprek dat ik al inmiddels 15 tot 20 jaar voer. En ik las ook de interviews in de jaren 90 al. En deze gespreksonderwerpen waren toen al. Weet je, van, we hebben het nu over het Abu Talib dingen. Het panel wat niet heeft plaatsgevonden op de vrijdag van Door de Slag. Ja. Dat ging over geweld en dingen. En als ik daarover praat met Kees of met Farid of met andere mensen die al lang doen wat wij doen, dan is het van, hoe kan het zo zijn dat mensen zo erg niet in de materie zitten dat ze denken dat dit nog steeds besproken moet worden. Terwijl deze gesprekken gingen al, NWA had deze gesprekken al, Public Enemy had deze gesprekken al, Tupac had deze gesprekken al. En zo van, gaan we nu weer deze gesprekken voeren? Uh-huh. We weten toch wel wat dit is. We weten toch dat, of je het nou amusement of entertainment moet noemen of wat dan ook. Weet je, de regisseur van Gomorra acht zichzelf een artiest. Dat weet ik zeker. Uh-huh. En waarom is het oké dat hij zichzelf zo ziet? En is het niet oké dat Campy zichzelf zo ziet? Uh-huh. Wat is dat onderscheid? En ik vind dat onderscheid wat mij betreft is een heel erg snobistisch, wit, highbrow standpunt om in te nemen. En ik ben niet klaar met die discussie hoor. Ik vind het heel leuk om er nog steeds in te participeren. Alleen, ik zou wel verwachten van mensen die zich begeven op dat terrein,
dat zij een onderzoek doen voordat ze hun mond daarover opentrekken. Ik denk ook terecht wat je net zegt, als je de vergelijking maakt met andere genres, nou, laten we eens even gewoon bands pakken. Ja. Kijk, die zingen natuurlijk ook niet de hele dag over dat hun hart gebroken is. Nee. Die zingen ook over wapens en drugs en bitches en alles. En het zijn momentopnames. Ja, maar dat is dan poëtischer of minder, tekst is misschien iets minder belangrijk in een genre als dat, waardoor het minder aanstoot geeft ook aan een hele grote groep. Ja. Maar ja, God weet hoeveel discussies er is geweest over rockmuziek toen het ontstond, toch? Dus klopt. Dus zeg maar de early rockmuziek, snap je? Wat overigens ook van de maar zwarte dit lijkt man dus kwam. Niet, dit lijkt dus niet in te sluiten. Hendrix. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar Delta ik bedoel, Blues. Ja, toch? Ik bedoel, ik denk dat de meeste mensen die in luisteren de film Ray hebben gezien. Ja. Ja, dan heb je toch kunnen zien waar ze mee te maken hadden in die tijd. En dat waren liedjes waarvan je nu zou denken van ja, was daar discussie over? Ja, daar was discussie over. Weet maar, je? Maar wat ik er wel mee kwaad vind is dat als we het dan hebben over het begin van de hiphop in de jaren 90, dan zijn we inmiddels 30 jaar verder. Mm. Dus dan, dat dit na 30 jaar nog een issue is. Terwijl bij de rock was het misschien niet na 30 jaar nog een issue. Nou, dat denk ik wel hoor. In Amerika gaat het heel vaak, in de high school shootings gaat het vaak over hij luisterde naar metal. Puntje. Maar even de discussie, we hebben het nu over bepaald geweld wat verheerlijkt wordt of zo in een rap. Ja. Ik bedoel puur het kunnen identificeren aan de muziek, de artiest die muziek maakt, waar je aan luistert. Ik denk dat dit wel degelijk meespeelt bij heel veel mensen om te zeggen, hey, nee, dat is mijn ding niet. En opgezwollen wel. Dat begrijp ik. Dus ja. Ja, dat begrijp ik volledig. Ik bedoel, en nogmaals van mijn moeder die werd vroeger ook altijd heel opstandig als mijn vader en ik Die Hard aan het kijken waren. Ja. Maar waarom vind ik het als Marilyn Manson of wat voor band er ook werd aangehaald met een high school shooting? Gaat lekker, hè? Ja, dit is helemaal kut. Joehoe! Gaat hard, hè? Ja, gaat heel hard. Misschien moet ik harder praten. Dat is het. Als Marilyn Manson wordt aangehaald in verband gebracht met een high school shooting, denken we, fuck you, man. Denk even na. Ja. Dat is gewoon de persoonlijke ontwikkeling van zo'n dude en die gebruikt dit dan, nou, bla bla bla. Ja. En dan is het een kromme vergelijking om inderdaad dan wel geweld aan hip-hop te doen. Ja, bewegen we ons langzaam richting R. Kelly? Want ah, yes. Ja, daar gaan we. Daar ging je even heel kort heen in de auto. Ja. Jij vindt dit een lamme discussie nu. Je zegt, dit is al zo lang aan de gang. Wat ik een beetje merkwaardig vind, is dat iedereen nu op R. Kelly spuugt, terwijl we al 15 jaar weten dat hij zulke dingen doet. Wat is dat ineens voor onzin? Nou, dat is punt 1. En punt 2 is, en er zijn al een aantal discussies over gevoerd, toen ik in begin eind jaren 80 luisterde naar New Beat uit België. Toen Alf en ik geboren werden. Precies, de voorloper van de techno. Ja. Daar zaten heel veel bands bij die ze hadden nog net geen hakenkruis op de voorkant van hun plaat staan, maar ze waren toch behoorlijk militant rechts. En ja, ik vond Front 242 bijvoorbeeld gewoon een gave band. Maar zat toen al wel mee van, ja, wat moet ik hiermee? Kan ik die band nog wel draaien terwijl ik weet dat ze zulke sympathie hebben? Nou, wat deed je? Ik denk niet dat ik het minder heb gedraaid toen, nee. Wat zou jij doen, Vincent? Nou, je gaat denk ik geen act tekenen die een hakenkruis voor op zijn plaat wil. Dat is duidelijk. Maar er is natuurlijk het probleem is dat er ergens gewoon een punt zit. Als een rapper een keer niet over pistolen rapt, maar over het verheerlijken van vrouwen onderdrukken. Ik noem maar wat. Ik was in Zweden. Dit gaat echt klinken. Dit is een heel highbrow ding wat ik nu ga zeggen. Ik was in Zweden, afgelopen jaar, denk ik, of het jaar ervoor. En toen was ik naar een expositie van Marina Abramovic gegaan. Mm-hmm. Wat een performing artist is. Of een performing art kunstenares. Yeah. Performance art artist. Kunstenares. Ja, zoiets. Maar dan klinkt het weer als een performing artist. Performance artist. Nee, whatever. Je moet begrijpen wat ik bedoel. En bijvoorbeeld een van de werken die zij had was basically gewoon een soort man in zijn bloot piemel die in een weide stond. En mijn dagbesteding is niet per se kijken naar de piemel van andere mannen. Maar daar ging ik dat dus wel doen. Ja. En ik dacht van, nou, oké, cool. Dus ik ben nu aan het kijken naar een man met bloot piemel in een weide. Wat doet dit precies met mij? Dat vind ik leuk. Ja. Dus ik vind, hoe heet die film waarin Edward Norton een nazi is? Ja. American History X. Sikke film, toch? Ja, gek. Ja. Ik bedoel, dat het feit dat dat realiteit is, dat het bestaat, maakt niet dat ik het wil negeren. Nee, maar dan wordt het gespeeld. Maar ik heb het hier over een band die gewoon echt rechtse gedachten heeft. Dat maakt dus voor mij niet zo heel erg. Dat maakt mij inderdaad ook echt geen zak uit. Nee, maar ik vind het anders als je acteur een nazi speelt. Is wat anders begrijp dan. Begrijp ik. Begrijp ik. Maar voor mij is nog steeds kunst is altijd een vertaling van realiteit. Of degene die het uitvoert nou werkelijk de persoon is waar het over gaat of niet. De reden dat het gemaakt wordt is omdat het ergens bestaat. Ofwel
in de fysieke wereld ofwel in onze geest. En daarom vind ik kunst vet. Daarom wil ik het checken. Amusement of entertainment, whatever je het wil noemen. Daarom vind ik. Maar daar zit toch een grens aan? Nou, voor mij niet. Een pedofiel die zingt over wat hij allemaal te gek vindt en heerlijk. Dan zeg jij, joh, interessant? Ja, tuurlijk is dat interessant. Ja, dat is het ook. Ik het zo zeggen. Enfin, ik zou het gek vinden als we dingen weer terug in de taboesfeer drukken in 2019. Ik zou dat vreemd vinden, ja. Kijk, ander verhaal is, ga je het boeken? Dat is een ander verhaal. Want dan ga je zorgen dat er een soort geldstroom op gang komt voor deze persoon. Die en dan ga je het uitbrengen. Dat was eigenlijk de vraag waar Martijn mee begon, toch? Ja, nee, ik ga het niet uitbrengen. Nee, precies. Nee, natuurlijk niet. Maar ik wil het wel horen. Ja, ja, ja. Maar net als ik ben geïnteresseerd. Ik bedoel, ik kijk ook Making a Murderer. Hebben jullie niet gekeken naar Making a Murderer? Heerlijk. Ja, zeker. Seizoen 2 toch al minder. Ja, ja. Cool, dan hebben jullie meebetaald aan het feit dat, zeg maar, moord entertainment is. Daar hebben we allemaal aan bijgedragen. Nee, dit ga ik niet mee. Snap ik het. Als consument snap ik het wel, dat ik dingen kijk en dat ik... maar om het te endorsen, dat is een ander verhaal. Ja, endorsen is zo'n best wel, vind ik, een heel grijs... Ja, maar voor mij maakt dat geldverhaal juist niet zoveel uit. Of nou geld aan wordt verdiend of niet, dat doet voor mij niet af aan de idee wat een kunstenaar heeft. Dat staat voor mij... wat heeft dat ermee te maken? Waarom zou je wel lekker naar R. Kelly mogen luisteren en zijn videoclips mogen bekijken? Maar dan als hij in één keer geboekt wordt, gaat het te ver. Ja, omdat dan... Kijk, voor mij gaat sowieso dat hele te ver. Voor mij gaat het niet zo heel ver zo snel. Maar ik kan mij voorstellen, laat ik het zo zeggen, ik kan mij voorstellen dat mensen daar een probleem mee hebben. Omdat je dan haal je iemand hierheen en die zet je op een podium letterlijk... Weet je, dat is waar de uitdrukking op een voetstuk zetten vandaan komt. Ja. Dus dan doe je letterlijk iets waarvan ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen dat is verwerpelijk om te doen. Dat begrijp ik. Maar voor mij, nu luisteren naar een R. Kelly liedje vind ik juist super boeiend. Want voor mij is het nu nog meer kunst geworden dan het was. Namelijk, nu weet ik waar die vandaan komt. Nu, als ik hem bepaalde dingen hoor zeggen, my mind's telling me no, my body is, weet je. Zo van, oké. Dus nu weet ik waarom zijn mind nee zei. Ik vind deze gedachte heel interessant om nog heel lang uit te bouwen. Nou, ik wil wel weten of je naar hem toe gaat natuurlijk. Dat wil ik wel weten. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar ik ben ook helemaal geen fan. Eén ding nog, want we hebben het hier over wat jij persoonlijk aan kan en wat ik persoonlijk kan consumeren. Ten opzichte van de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen die het misschien niet kunnen. Ja. Dus vanuit jezelf pratende kunnen we het eigenlijk alleen maar met jou eens zijn. Want wij kunnen voor onszelf bepalen. Ik kan voor mezelf bepalen wat ik inderdaad trek en wat ik doorlaat. Ja. Maar voor een grote groep is het natuurlijk een ander verhaal. Want er zijn waarschijnlijk ook mensen die dat niet kunnen. Maar ik vind het moeilijk om daarover te bepalen. Ja, omdat ik vind het sowieso een heel hellend vlak als je het gaat hebben over wat de groep wel en niet moet vinden. Nee. Maar begrijp je wat ik bedoel? Ja, van, dat doe jij nu niet en dat doe ik dus ook niet. Maar zeg maar... Dat doen politici bijvoorbeeld wel vaak. Dan denk ik van, ja, dat is heel... Die mensen hebben echt een soort godcomplex. Alsof ze kunnen bepalen van... Hey, jullie luisteren nu allemaal nooit meer naar R. Kelly. Zo van, ja, hallo, mag ik even lekker zelf bepalen of ik wil luisteren naar R. Kelly? Vincent, wat staat op de agenda? Waar ga je heen? Ik ga nu naar de Universal Borrel. Dan heb ik een paar koffietjes. Koffietjes. En gaan we eten met Tom Nocino Zark. Vanavond gezellig. Met nice. Ja. Geniet van het feestje dat je mag vieren. Dank met jouw nieuwe aanstelling. Fijn dat ik hier mocht zijn. Het is een eer. Klopt. Kom een keer bij mij ook. Leuk. Gezellig. Met z'n drietjes. Ja, toch? Doen we dat. Ja. Goed, dat was hem. De eerste Eurosonic Noorderslag special met Vincent Patty. Morgen zijn we dus terug met... De special met Hester Cavaljo van NSC, die Eurosonic af is gestruind. En een aantal hele toffe artiesten voor je op een rijtje heeft gezet. Overmorgen zijn we terug met Peter Quint, Tweede Kamerlid, die even stoom af kan blazen. Maar goed, voor nu, tot morgen. Doei!